De werkgroep wil namelijk voorkomen dat het bisdom in Den Bosch haar zin krijgt. Daar wil men de kerk in Zeilberg per 14 november aan de erediensten onttrekken. Om daar een stokje voor te steken, spande de werkgroep een beroepszaak aan bij de hoogste kerkelijke instantie in Rome. Maar de Romeinse curie heeft daar nu voor de derde keer op rij een besluit rondom de Deurnense kerk voor zich uitgeschoven. En zolang er nog geen uitspraak is, hoopt de werkgroep dat het kerkbestuur de sluiting uitstelt. Op die manier kunnen in ieder geval de activiteiten die in het weekend van 13 en 14 november gepland staan, gewoon doorgaan.